Welkom! In deze video gaan we het hebben over stamboomonderzoek. In de vorige video's hebben we gekeken naar het uitvoeren van allerlei kruisingen. Van allelen of genen die liggen op een X-chromosoom, op een normaal chromosoom. We hebben gekeken naar mono- en dihybride kruisingen. Maar bij al die kruisingen was het bekend of een bepaald gen, of een bepaald allel, of dat dominant of recessief is, en of dat gen ligt op een normaal chromosoom, een autosoom of op een X-chromosoom. Maar vaak is dat natuurlijk in de praktijk niet zo. Vaak zie je in een, in een, in een bepaalde familie in een bepaalde aandoening. En dan weet je van tevoren niet hoe die overerft. En of dat X-chromosomaal uh, is of autosomaal. Je kunt met aan de hand van de stamboomonderzoek, kun je daar wel achter komen. Nou, ik heb hier een stamboom getekend. Hoe werkt nou zo'n stamboom? Hier aan de onderzijde staat de legenda. Ik heb hier een gezonde man, die ga ik weergeven met een vierkantje, wat verder wit is. Ik heb een gezonde vrouw, die geef ik altijd weer met een rondje, dat is ook wit. En op het moment dat die man of die vrouw een aandoening heeft, dan wordt dat rondje of dat vierkantje gearcheerd. Ik heb dat hier oranje gedaan. In de toetsopgave zal dat, dat zwart-wit, dus dat zal een grijs rondje of een grijs vierkantje worden. Of zwart, of met een, een, een streepjespatroon. Op een of andere manier is het gearcheerd. Ik heb in deze stamboom een vital generatie. De eerste generatie zie ik hier. Hier heb ik mijn gezonde vrouw en een gezonde man. Die krijgen een drietal kinderen. Dat is mijn tweede generatie. Ze krijgen een zoon die gezond is, een dochter die gezond is en een zoon met een aandoening. Die zoon met die aandoening die, uh, vormt een koppel met deze gezonde vrouw. Die krijgen weer kinderen. Namelijk nummer 2, een gezonde dochter. Nummer 3, een zoon met een aandoening. En nummer 6, een dochter met een aandoening. En elk van die drie kinderen. Die krijgt een eigen partner, en ze krijgen alle drie die koppels krijgen, nakomelingen, krijgen kinderen. Hier zie ik een dochter waarvan ik niet weet of zij wel of niet de aandoening heeft. Uh, en dat, die vraag die zou ik kunnen beantwoorden aan de hand van stamboomonderzoek. Nou, de eerste vraag die je altijd gaat beantwoorden in stamboomonderzoek: is mijn allel dominant of recessief? Dus die aandoening, ligt dat op een recessief allel of een dominant allel? Daar is een hele simpele regel voor. Op het moment dat ik twee homozygoot recessieve ouders heb, dan kunnen die nooit dominante kinderen krijgen. Dat is logisch, want als ik een homozygoot recessieve ouder heb, dat is kleine a kleine a. Hè. Als ik mijn gen a noem, eh, kleine a kleine a keer kleine a kleine a. Al die nakomelingen, dus mijn F1, die wordt 100% kleine a kleine a. Dat kan niet anders. Hoe zie ik dat terug in mijn stamboom? Ik ga op zoek naar een ouderpaar met dezelfde kleur. Dus wel of niet gearceerd. Dus of ze zijn allebei wit, of ze zijn in dit geval allebei oranje. Nou, allebei oranje heb ik niet in mijn, uh, mijn stamboom, maar ik heb wel allebei wit. Die zie ik hier bijvoorbeeld. En ik zie dat, hoewel beide ouders allebei geen afwijking hebben, krijgen ze wel een zo met een afwijking. Ik heb hier ook zo'n stel: ook zij zijn beide gezond, maar ze krijgen een zo met een afwijking. Nou. Regel 2: krijgen ze een afwijkende kleur? Ja, oké, okay. dan hebben de ouders het dominante fenotype. Dus het gezonde fenotype is hier dominant, de aandoening is recessief. Geldt dat altijd? Niet per se. Hè. Op het moment dat ik zie dat, ze, dat als de ouders allebei wit zijn, ook de nakomelingen allemaal wit zijn, wil dat zeggen dat ze dan recessief zijn? Waarschijnlijk wel, maar het hoeft niet. Hè. Het kan best zo zijn, stel je voor, ik heb hier, dit zouden mijn. Ouders kunnen zijn, heterozygoten, dan kunnen alle nakomelingen kunnen, per toeval allemaal gezond zijn. En, en, en dan zie je dus weliswaar dat de ouders en alle nakomelingen dezelfde kleur hebben, maar dat wil niet zeggen dat het recessief is. Maar heel praktisch, op het moment dat jij een toets aan het maken bent en er komt een stamboom in terecht, ja, dan ga je in die stamboom altijd een ouderpaar vinden die dezelfde kleur hebben, die, die of allebei gezond zijn of allebei een aandoening hebben, waarbij één van de nakomelingen dan afwijkt. Ja, dat zie je altijd tot terug. Maar in de praktijk hoeft het niet zo te zijn. Nou, in dit geval hebben we dus aangetoond dat onze aandoening, die ligt op een recessief, dat wordt veroorzaakt door een recessief allel. Dan is de volgende vraag, ligt dat gen, ligt dat allel op een autosoom, een normaal chromosoom, of op een geslachtschromosoom? Daar hebben we twee regels voor. We, de eerste regel is dat een dominante vader altijd een dominante dochter krijgt. Nou, stel je voor, een dominante vader als het x-chromosomaal is, is dat. Hè? Dus een dominante vader. Nou, dat doet niet goed. Dus een dominante vader zal x groot a zijn, y. Op het moment dat deze vader nakomelingen krijgt, dan zal hij aan zijn zoon het y-chromosoom geven en aan zijn dochters het dominante x-chromosoom. Daar ligt dus, toen zei het X-chromosoom met daarop het dominante allel groot A. Die dochter is daarbij automatisch krijgt hij ook het dominante fenotype. Dus zodra je een dominante vader hebt, worden zijn dochters altijd dominant. Andersom geldt het niet. Een dominante vader hoeft niet, of een dominante dochter hoeft niet per definitie een dominante vader te krijgen, want die dominante dochter kan het dominante allel ook van de moeder hebben gehad. Een dominante zoon heeft altijd een dominante moeder. Als dit de zoon is, dan is de ei afkomstig van zijn vader, dan is de, het dominante allel A op de, het X-chromosoom afkomstig van zijn moeder. Dan moet zijn moeder ook het dominante fenotype hebben. Dus dit zijn de twee regels. Uh, Eén gaat simpelweg kijken, voldoet mijn stamboom daaraan? Dus uh, we hebben aangetoond dat uh, wit in dit geval, uh, dus het gezonde fenotype, dat was dominant. Dus dit is een dominante vader. Nou, die krijgt een dominante dochter. Dat klopt. Ik heb hier een dominante vader. Die krijgt een dominante dochter. Dat klopt ook. En hier krijgt mijn dominante vader ook een dominante dochter. Ja, dus mijn eerste regel, die gaat altijd op in deze stamboom. Dan mijn tweede regel: een dominante zoon heeft altijd een dominante moeder. Ik Kan dominante zoon opzoeken. Dit is een dominante zoon. Hij heeft een dominante moeder. Uh, even kijken. En verder heb ik geen dominante zone, dus dat klopt. Ik heb hier weliswaar dominante mannen, maar deze zijn aangetrouwd, dus dat zijn geen zonen van dit stel. Dus in dit geval voldoet mijn stamboom aan deze twee regels, en op dat moment kan ik zeggen: Oké, okay, dan is het waarschijnlijk x-chromosomaal. Ook hier geldt waarschijnlijk. Het kan per toeval zo zijn dat het wel allemaal volgens deze regels is, en alsnog autosomaal is, maar. Praktisch gezien, op het moment dat jij een standpunt krijgt in een opdracht en ze willen dat je dracht komt dat het x-chromosomaal is, dan zal dit altijd gelden. Dus op het moment dat deze twee regels gelden, dan hebben we te maken met een x-chromosomale aandoening, die in dit geval ook recessief is. Dus op die manier kun je dat uitwerken als je dat weet, dan kun je op zich kun je deze onbekende bepalen. We hebben gezien dat de, deze man moet man zijn. Het is x-chromosomaal, dat is x klein a. I. En dit is een moeder, dus dat, die heeft het dominante fenotype, uh, dus die heeft in elk geval x groot a. Uh, die andere is op zich onbekend, maar als we gaan kijken naar bijvoorbeeld deze dochter, deze dochter heeft, uh, heeft de afwijking, dus dat is x klein a, x klein a. Zij heeft 1 uh, klein a van haar vader gehad, dat betekent dat ze 1 klein a van haar moeder krijgt. Uh, en nu kunnen we gaan bekijken, hey, wat, is het, wat zou nou het fenotype kunnen zijn van deze dochter? Nou, ze krijgt van haar vader in elk geval x kleine a. En van haar moeder kan ze, kan ze beide krijgen. Dus ze kan het dominant allel krijgen of het recessief allel. Dus dat is eigenlijk een vraagteken. Dus het fenotype van deze dochter kan eigenlijk beide zijn. Zij zou de aandoening kunnen hebben of ze zou gezond kunnen zijn. Dus we kunnen dat niet met zekerheid zeggen. Nou, ik hoop dat dit duidelijk was. Als je vragen hebt, zet ze onder deze video. Zo niet, tot de volgende keer.